Om een auto te kunnen starten, gebruiken we in ieder geval een contactsleutel. Als we die in het contact stoppen en omdraaien, zal ik iets moeten horen. Dus er zal een startmotor moeten gaan draaien en die wordt gevoed door een accu. De accu is dus onze energievoorziening in de auto. Nou, en daar gebeurt nog wel eens wat mee. Als het 's winters koud is of 's zomers heel warm, gaat de accu stuk. Nou, heb je veel accu's in een auto? Nou, soms twee. Heel veel mensen weten het niet. Maar we hebben ook, kijk, dit is natuurlijk een startaccu. Hier heb je er nog één en nog één. Maar we hebben ook een zonaccu'tje. Kijk, heel klein. Of deze, nog veel kleiner. Die worden gebruikt bijvoorbeeld voor deze sleutel, afstandsbediening. Er zit ook een accu in. Dus is een accu iets speciaals? Nee, het heeft te maken met het formaat. Maar in feite werkt het hetzelfde. Het is een energieopslag. Kijk, dit is een kleintje voor de speelgoedauto van mijn zoon. Maar het gaat om deze accu's. En dan is de vraag vaak, waarom is een accu zo duur? Ja, wat is duur? Dat is natuurlijk heel, daar zit heel veel verschil in. Wat vindt iemand duur? Het gaat er mij even om dat er onderscheid is in accu's. Ik heb een basisaccu. Die wordt eigenlijk voor alle auto's gebruikt. Maar heb ik nu een auto waar milieuvoorzieningen zijn, bijvoorbeeld om CO2 terug te dringen. Dat zijn auto's die zijn uitgerust met een start-stop systeem. Ja, dan kom je op dit uit. Dat noemen ze EFB. Kom je in een hele dikke, complexe auto uit met een energiemanagement systeem, dan kan het zijn dat er zo'n accu toegepast wordt. Dus dan ga je qua prijs deze kant op. Dus eerst die, dan die en dan die. Dus het gaat erom, welke auto heeft u en welke accu hoort daarbij. In deze auto is een energiemanagement systeem aanwezig. En dat kunnen we zien door dit apparaat. Dat noemen we een intelligent accupol. Ik heb hem ook weer in mijn zak gestopt. Kijk, dat ziet er zo uit. En een intelligente accupol, die zorgt ervoor dat de accu, als die te ver ontladen is, dat mijn motor opgestart wordt bijvoorbeeld. Dus dat is even een belangrijk iets. Dus als ik een standaard accu in deze auto stop, dan kan die standaard accu te ver ontladen worden en gaat die standaard accu stuk. Dus ik moet hier een, ja, dat noemen ze een EFB accu in plaatsen. By the way, ik zie hier een hele grote sticker onder de motorkap zitten van Renault. En daarin wordt gezegd, als ik iets met mijn accu wil gaan sleutelen, dan heb ik informatie nodig. Ja, dan kan ik in mijn onderhoudsboekje gaan kijken, ik kan in mijn instructieboekje gaan kijken. En daar zal de verwijzing staan, als u iets met uw accu wilt, zult u contact op moeten nemen met uw garage. Nou, waarom? Dat leg ik zo even uit. Ja, en dan sta je dan. Dan doet hij het niet meer. Accu leeg. Startkabels, dat is de oplossing. Kijken onder de motorkap en deksels. Ik zie hier een pluspol. Als ik daaraan... Ja, nu ligt de pluspol al los. Zo was ik net gestopt. Is het wel handig om dit nog zelf te gaan doen? Kan het nog wel? We hebben een pechhulp. En die pechhulp, die komt ons helpen. En ik snap dat we vaak moeten wachten en we geen tijd meer hebben. Maar een auto opstarten, wij krijgen er te veel ellende van te zien. Per ongeluk verkeerd om opstarten. Bijvoorbeeld de plus op de min en de min op de pluspol. Wat heel makkelijk gebeurt. Gaat dit dingetje stuk? Dit dingetje kost €1500. En dan moet hij er nog ingezet worden. Ik zou hier niet meer aan beginnen. Ik kan het zometeen nog wel laten zien hoe het is bij een oude auto. Zoals mijn vader dat vroeger deed. Hoe start je een auto op? Maar bij dit soort auto's, bij de auto's waar je bijvoorbeeld deze pol weer tegenkomt. Ik zou niet meer zelf gaan opstarten. Nou, hier hebben we dan die auto waar mijn vader mee gereden kon hebben. Zo'n oude, een oldtimer. En daar ontstaan ook vaak de problemen. Want die auto die staat maanden stil. En dan wil ik ermee gaan rijden. Dat doet hij niet. Nou, en dan kan ik wel zeggen van ik pak startkabels. En ik ga deze auto opstarten. En bij het startkabels heb ik er twee. Een rode en een zwarte. Eentje voor de plus en eentje voor de min. Dus ik sluit eerst alles aan op de auto of de accu die de auto op gaat starten. En dan zeg ik, doe ik eerst de plus
op de plus van de accu aansluiten. En dat kun je heel duidelijk zien. Op de accu staat altijd op het deksel of op de bovenkant van de accu aangegeven wat plus of min is. En dan sluit je de plus aan op de plus. En de min op de min. En vervolgens start je de auto. Nou, dan draait de motor. Alles aangesloten laten. Laat je hem eventjes draaien. En dan doe je de verlichting aan en de achteruitverwarming aan en de kachel eventjes aanzetten. Dan kan namelijk die accu, omdat die leeg is, kan geen energie opnemen. Maar je dynamo staat wel keihard te werken. En als ik dan deze accupool loskoppel, kan die energie niet kwijt. En dan kan de elektronica stuk gaan. En met elektronica bedoel ik bijvoorbeeld zo'n dingetje. Nou, dat is gauw een paar honderd euro wat stuk is. Dus dat kunnen we voorkomen door verlichting aan te zetten. Achteruitverwarming, kachel aan te zetten. Nou, als dat allemaal aanstaat, dan begin ik met de minpool aan de kant leggen. Dan de pluspool. En dan is het oké. Wat betreft die oldtimer waar mijn vader mee had kunnen rijden, die oranje die we net gezien hebben, is wel heel handig als we daar een druppellader op zouden zetten. Dat geeft rust. Want wat wil ik? Voorjaar, zonnetje komt op, mooi weer. En ik wil auto rijden. En als ik die auto dan start en ik doe het direct, ideaal. Dat is het voordeel van een druppellader. Die onderhoudt gewoon de accuconditie. Nou, wat betreft auto's met die intelligente accupool, dus met zo'n energiemanagement systeem. Als ik twijfel aan de conditie van die accu, gewoon je garage contacten en vragen of die accu willen testen. Dat kunnen ze heel makkelijk, daar is apparatuur voor, aansluiten en men weet hoe de conditie van de accu is.